Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag voor de healing opheffen blokkades onvoorwaardelijke liefde van 9 september 2021. Ik heb even moeten improviseren, boven zijn er ook mijn kinderen aan het werk met geluid en dergelijke. Die hebben ook een dingen, dus ik zit nu in de woonkamer. Het is misschien niet de meest ideale achtergrond, maar ik hoop op je begrip. Ik heb een foto gemaakt van de healing cirkel. Normaal gesproken neem ik graag de video op bij de cirkel zelf. Maar ik moet dus nu even mijn aanpassing doen. Wat heb ik vandaag voor jou mogen doen? En voor ons allemaal mogen doen? Ja, weet je, ik blijf me verbazen over wat er keer op keer mag ontstaan. En vandaag bij het aanroepen van het universum, het goddelijke, de gemeenschap van engelen, de astrale lichtwezens. En dan zet ik ook altijd de energie neer. En ik voelde gelijk vandaag dat het zo'n laag om ons heen. Ik voel nu weer de handen helemaal gaan. Met enorm veel warme energie. Echt krachtige, dikke, warme energie. Het is net alsof er een soort van matroeska pop om je heen is gezet. Alleen dan niet zo'n mooi beschilderd poppetje op een houten laag. Maar gewoon een energielaag om jou heen. Die jou beschermt, die jou liefdevol opneemt. Echt zo'n dikke laag om je heen. Waardoor jij veilig het proces door kan komen. En dat was heel belangrijk vandaag. Na het openen van de cirkel ga ik altijd aan de slag. Maar ik merkte dat meerdere van ons toch wel erg onrustig waren. Ik zelf ook. Ik kwam net uit een training. Dus er was ook even nodig dat we naar onze rust gingen. Even helemaal konden gaan ontspannen. Dus dan ben ik met de ocean drum bezig geweest om je te laten ontspannen. Nou, dat is zo'n zeegeluid. Dus op een gegeven moment heb ik me ook voorgesteld dat je aan het strand zat. Dat je lekker op zo'n heerlijke relaxstoel zit. En dat je dan vervolgens helemaal diep gaat ontspannen. De temperatuur is precies aangenaam. Er is een zacht windje. Er is een geluidje op de achtergrond wat bij je past. En zo kon jij heerlijk gaan ontspannen. En dan heb ik je daarna steeds dieper laten ontspannen. Totdat je op je niveau zit. Waarin je gewoon echt bij je kern kan komen. Zonder allerlei belemmeringen vanuit de dagelijkse. Er kunnen er wel geluiden om je heen zijn, maar het stoort je niet meer. Je bent daar niet mee bezig. Je bent diep, diep ontspannen. Vanaf dat moment dat je diep ontspannen was, mochten we gaan werken met, welke emoties zijn er nu? Welke zaken zijn er nu? Maar voordat we daarmee bezig gingen, gingen we eerst spelen met wat klankschalen. En die geluiden, die trilden ook weer allerlei energie los. Die maakten ook weer allerlei ruis weg. Zodat we echt tot de kern kunnen komen. Dus ook allerlei overbodige energieën of energieën die gewoon even met gemak mee konden worden gepakt in deze healing. Om even op te schonen. Zoals gaten in je aura. Tjup, 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 tjup met die klanken. En je was daarmee alweer een stuk opgeruimd. Zodat we tot de kern kunnen komen. En om bij de kern te komen gingen we voor de volgende stap bezig dat je dan naar binnen ging, naar je hart. En daar mocht gaan voelen als een soort van grot of kamer, een deur open doen. Maar normaal gesproken ben je wel heel erg bezig met liefde geven aan anderen. Maar die deur dat die naar binnen open gaat, want het is zo'n deur die beide kanten uit kan. Alleen de meeste mensen gebruiken het alleen maar voor naar buiten. En nu mocht die deur ook naar binnen open en gingen we echt binnenin kijken welke schatten heb je daar verborgen. Maar ook welke pijnen. We zijn dus eerst begonnen met die pijnen. Dus tijdens het drummen mocht je je verhaal vertellen. En het was gelijk al heel erg van allerlei beperkende gedachten. Ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Weet je, dat soort dingen mochten verteld worden. Of ook angst voor zichtbaar te zijn. Angst om geliefd te worden. Om lief te hebben. Dat je dan weer opnieuw gekwetst wordt. Of als jij van mensen houdt, dat je dan mensen misschien gaat kwijtraken. Al dat soort thema's kwamen al drummend aan bod. Dat ik het voelde, dat ik het uitvoelde, weglopen, wegdraaien, het gevoel zijn niet voldoende mee te tellen. Dat soort emoties die er rondom liefhebben en jezelf liefhebben kunnen ontstaan, die mochten eerst gehoord worden, die mochten eerst gevoeld worden, eerst erkend worden. Dus ze mochten er echt eerst even zijn. Want heel vaak komt het op en ik, weg. Maar nu mochten ze er zijn, juist zodat ze daarna losgelaten kunnen worden. Losgelaten kunnen worden in liefde. Dus al drummend kwam eerst dat stuk aan bod. En vervolgens kwam dus ook deels die transformatie aan bod. Deels dat ruimte vinden voor je nieuwe zelf.
je openstaan voor verandering, dat het ook anders kan, anders mogelijk is. He, en dat die ruimte er gecreëerd wordt. En nadat we die ruimte hadden gecreëerd, is er met de Milton de healing verder afgerond, doordat er daarin allerlei ook zaken mochten komen, ook weer emoties mochten opkomen, maar dan vooral gericht naar jezelf. En dan waren er echt heel heftige, ik heb ontzettend heftig gespeeld op deze, dit keer op de Milton, dus dat blauwe instrument. En ik heb verhoudingsgewijs ontzettend lang op dit instrument mogen spelen. Maar gewoon, het was nodig zodat alle aspecten rondom onvoorwaardelijk liefhebben de ruimte kregen, de aandacht kregen. Wat er bij in ieder speelt, dat ieder van ons aan bod kon komen. Maar dus ook voor die nieuwe ruimte, die nieuwe opening. Dus dat dan daarna eindelijk zacht en liefdevol kon eindigen. En dat die voelde echt energie ook tijdens deze healing alle kanten uitgaan. Van heftige pijn, verdriet, boosheid, gefrustreerdheid, de angst, weet je, alles mocht er zijn. En dat kwam dus weer door die beschermende laag die er aan het begin is neergezet. Ja, en dan vervolgens komt er dus die ruimte om lief te hebben. Dat het ook mag ontvangen, dat je naar je toe mag laten komen, dat je mag laten stromen. Maar dus ook weer weggeven. Dus dat ging echt. Aan het eind hebben we dus ook een deur, een nieuwe, niet een deur neergezet, maar eigenlijk een meer soort van raamwerk die je mocht invullen zoals je het wou. Dus de een die houdt van tierlantijntjes, dat is een leuk vormpje, heeft de ander gewoon vierkant, weer een ander rond, weer een ander, een week van vormpjes, met openingen waar dus de liefde vrijelijk heen en weer kan stromen. Dat we niet eerst een deur hoeven gegaan, maar dat het veilig genoeg is om beide kanten gewoon het te laten zijn en die stroom te laten gebeuren. Ja, en daarmee was het op zich in de eerste instantie afgerond. Alleen, niet iedereen kan deze healing. Sorry, ga weer. Processen. Sommigen zijn nog steeds in proces. Niet iedereen kan de healing direct in één keer in de volle laag ontvangen. Weet je, dan is er zoveel aan de hand dat het gedoseerd mag gaan. De gedoseerder mag gaan. Dus daarna heeft de healing nog doorgelopen. Ik denk zelfs inmiddels wel tot een uur of 2:30. Ik moest even kijken naar de tijd. En op dat moment is de healing afgesloten en afgerond. Heb ik je weer van die strandstoel gehaald. En mocht je weer lekker verder gaan met je dag. Maar liefdevol, met zachtheid. En hopelijk heb je dat ook ervaren. Dat je inderdaad meer rust en meer liefde voelt stromen in je. Dat je er meer mag zijn, maar ook dat die ander gewoon mag zijn wie die is. En dat het niks zegt over jou, maar alles over die ander. Dat die begrip, die compassie, dat medeleven er mag zijn. En daar ging deze healing om. Dankjewel dat ik dit voor je mag doen. En ik zie je graag een volgende keer. Daag!